Vandaag gaan we iets met fotografie doen. En jullie hebben van mij allebei een fototoestelletje gekregen. En dit is een fotoopdracht die je lekker buiten kan doen. Ga maar eens openmaken. Wauw! En dit kan je ook met de iPad doen of met je mobieltje. Oh, is dit nou even een Lisa, mobieltje? Moet je, nou zit de fotocamera in je vinger. Hé, hey, dat is die weg. Als jij een foto wil maken, moet je hem hier op drukken. En? Druk er alles goed in. En hij kan omlaag, natuurlijk. We gaan een poppetje kiezen. Dat poppetje gaan we in de tuin neerzetten. En het is een mini poppetje. Dat kan een Lego poppetje zijn. Playmobil. Of een Playmobil poppetje. De wereld om me heen is heel groot, hè. Hij is net zo groot als een blaadje eigenlijk. Even, ik kom met hem zo terug. Even meten. En dan maak je... Hij is zo groot als een blaadje. En dan kun je een foto maken op die manier... dat je eigenlijk het gevoel van een poppetje laat zien... in die enorme wereld van de tuin. Dit poppetje kijkt best stoer. En deze motorman kijkt ook behoorlijk stoer. En dit poppetje kijkt best lachend. Misschien kijkt ze wel lachend naar een groot bloem. Ze kijkt een beetje bang voor een wolf. Is ze bang voor een wolf? Oké. Nou, we gaan eens op zoek. Het is net wat interessanter om de camera wat lager te houden. Zodat je vanuit de ooghoogte van het poppetje fotografeert. Dat hij bang is in een kooitje zit. Oh, wat een goed idee, Lize. Stop hem er maar in. Ja, en dan gaan we daarna de foto van maken. Probeer eens wat dichterbij. Kijk. Daar ziet hij er mooi uit. Ja! Daar gaat hij aan. En nou op dat grote langwerpige knopje drukken. Heb je er eentje gemaakt? Mag eens kijken. Je ziet echt dat hij in een kooitje vast zit. En dan in je beeldje kijken wanneer je hem er goed op krijgt. Yes! Hier bovenop. Wat is dat? En dan terugkijken. Kijk! Wat vind je van de foto? Mooi. Ja, wat vind je er mooi aan? Ik vind het roosje zo mooi daar die in zit. We kunnen natuurlijk ook de poppetjes in huis nemen. En dat de poppetjes een avontuur beleven in huis. Bijvoorbeeld, Casper is dol op Rubik's Cubes. En dat een poppetje bijvoorbeeld op de Rubik's Cubes toren staat die je zo mooi hebt gebouwd. Even kijken, welk poppetje past daarbij, Casper? Zet je poppetje maar op en kijk maar eens door de iPad hoe het eruit ziet. Een mannetje. Zet hem maar op. Casper staat boven op de duimpje. Kijk eens, kom eens kijken op de iPad. Dan weet je deze niet. Hop, en dan heb je de foto. Oh, het lijkt wel alsof ze omlaag kijkt van, oh, ik durf ze niet af te springen. Kijk. Gaan jullie nu ook lekker aan de slag? Even op een rijtje. Zoek dus je speelgoed naar een leuk klein poppetje. Vraag aan je ouders waar je mee mag fotograferen. Ga in de tuin of in huis op zoek naar leuke plekken waar je je poppetje kan fotograferen. En laat eens zien hoe groot de wereld er om hem heen uitziet. Ga dan ook op ooghoogte van het poppetje fotograferen. Zo kan je dat extra goed laten zien. Veel plezier!